Hugo Wendges, nog lang kunnen nagenieten van de overwinning van vorige week? Jawel, wel eventjes, maar niet te lang, want het volgende potje staat alweer om de hoek. Je had natuurlijk ook een lekkere clean sheet vorige week, een paar belangrijke reddingen. Is dat nog extra lekker? Ja, zeker. Zo'n clean sheet is altijd fijn. Daar was ik wel heel tevreden over en heel blij mee. Voor jou als keeper win je dan liever met 4-1 of dan met 1-0 maar dat je geen tegendoelpunt krijgt? 1-0. Ja, 1-0. Elke dag van de week. Ja, het was natuurlijk al je tweede clean sheet. Heb je nog bepaalde doelstellingen of denk je van, nou, we zien het wel? Er is één hele simpele natuurlijk, dat is promoveren. Dat lijkt me de meest duidelijke doelstelling. En voor mezelf, ik wil gewoon elke week het gewoon dit niveau op de mat leggen. Het niveau op de mat leggen waarvan ik weet dat ik het kan brengen. Dus dat eigenlijk. Ja. Nou, afgelopen week heb je de voorkeur in het doel gekregen van de trainer. Hoe is dat voor jou? Fijn. Ja, ik ben sowieso blij dat ik gewoon weer kan spelen. En dat ik het team kan helpen met onze doelstelling die ik net ook noemde. Om dat vertrouwen te krijgen, dat voelt gewoon goed. En natuurlijk spelen uit de eigen jeugdopleiding. Was het dan ook een droom voor jou die uitkwam toen je wist dat je mocht keepen als eerste doelman? Ja, absoluut. Ja, ik heb ik eerder gezegd, ik ben hier als 10-jarig pikkie binnengelopen. Het voelt voor mij wel heel mooi om 10 jaar later dan met de echte jongens aan het werk te zijn. Vroeger heb je het vast wel eens voorgesteld hoe dat dan zou zijn. Is het dan anders dan je had voorgesteld of wel wat je had verwacht? Weet ik niet. Het is natuurlijk wel iets waar je langzaam in groeit. Dus mijn ideeën hierover op mijn 10e waren natuurlijk heel anders dan hoe ik er nu in sta. Wat ik zeg, het is een langzaam proces waar je doorheen gaat. Daardoor went het ook een stuk makkelijker. Ja, de teams bovenin blijven maar punten morsen. Ondertussen wordt het gat ook met de nummer 2 steeds kleiner. Is dat nog iets waar jullie mee bezig zijn of focus je vooral op gewoon je eigen spel, op je eigen wedstrijden? Nee, dat is wel degelijk iets waar we nog mee bezig zijn. Je merkt ook dan de volgende ochtend, als er weer gespeeld is, bijvoorbeeld Volendam die gelijk spelen uit bij Jong PSV. Daar heeft iedereen het wel over. En hoe meer je de jongens boven je punten ziet verspelen, hoe reëler de kans voor ons ook weer wordt om direct te promoveren. Dus dat leeft wel echt binnen de groep. En morgen wacht dan een wedstrijd tegen de heksluiter Helmondsport. Heb je er zelf zin in? Ja, altijd. Sowieso thuiswedstrijd mooi voor eigen publiek. Ja, we moeten ook deze pot weer gewoon alles erin stoppen wat we hebben. En de vorige wedstrijd werd natuurlijk gelijk gespeeld met 0-0. Hoe gaan jullie ervoor zorgen dat jullie deze wedstrijd wel over de streep trekken? Doen wat we afgelopen vrijdag hebben gedaan, denk ik. Onze aanval even laten zien wat voor scorend vermogen we hebben. Dat gaat belangrijk zijn. En achterin... Ja, de boel gewoon dicht houden, elkaar scherp houden. Gewoon ons spel spelen en dan moeten wij die wedstrijd gewoon winnen. Ja, je zegt ook achterin de boel dicht houden. Dat is natuurlijk vorige week goed gelukt. Het ging beter dan de wedstrijden daarvoor. Waar lag dat, denk je, aan? Weet ik niet. Dat is altijd lastig te zeggen. Wat ik wel weet is dat we er deze wedstrijd met z'n allen gewoon goed in zaten. Dus een paar schoten op goal werden goed geblokt. Dus de juiste spirit, zeg maar, die was nu gewoon aanwezig. Ik weet niet of dat dan datgene is wat de afgelopen wedstrijden misschien miste. Ik weet alleen dat deze wedstrijd in ieder geval wel goed aanvoelde. Heb je het gevoel dat die spirit er nog steeds in zit voor morgen? Ja, zeker. Morgen is gewoon belangrijk, omdat we dit gevoel met z'n allen door moeten weten te zetten. Dat gevoel heb ik wel.